Als jij een gemeentewebsite bezoekt en je komt een man tegen met zijn bediening, wees op je hoede. Waarom? Dat ga ik je nu straks aantonen. Omdat we in het lichaam van Christus willen, de Heer, dat we allemaal gelijk zijn. Niet de een boven de ander en de ander onder. Weet u, wij hebben een broeder gekend die heet Phil Beach Jr. Een man met een wereldwijde bediening. Hij heeft boeken geschreven, hij heeft artikelen geschreven. Een man met een vuur, een boodschap van boven. Ik heb 2-3 jaar geleden eens naar hem willen zoeken op internet. Phil Beach ingetikt. Nergens te vinden. Hij had zich verstopt in het lichaam. Nergens te vinden. Ik ken gemeentes, wij kennen gemeenten bijvoorbeeld in Chili. Santiago de Chile. Als je daar intypt, dan kom je op de gemeentewebsite. Maar je moet goed zoeken naar überhaupt om een broeder daar te vinden. Het is een Jezus voor de vrouw. Het is belangrijk dat we dat gaan verstaan, dat een gemeente is dat we elkaar, dat we als gemeente Christus gaan openbaren. En niet ik en mijn bediening en ergens in de top iemand die een bediening heeft. En dat is het gevoel dat je erbij moet hebben. Het is een lichaam dat functioneert. En hoe verder ik mij verstop in het lichaam, hoe beter dat lichaam kan functioneren. Goed, we gaan door naar de bedieningen. Dat is het belangrijkste stuk van vanavond. 1 Korinthe 12, dat is het hoofdstuk natuurlijk, samen met Efeze 4, waar we straks nog op komen. 1 Korinthe 12, en daar gaan wij. U kent 1 Korinthe 12? Ja? Dat vind ik fijn, hoeven dat niet te lezen. Maar ik denk dat dat aardig bekend hoofdstuk is, of niet? En anders leest u het straks nog eens na en dan kunt u het nahoren. Prima. Nou, laat ik eerst het even uitvegen. 1 Korinthe 12 spreekt over een lichaam. En een lichaam is iets wat functioneert onder het hoofd. Mijn lichaam kan maar op 3 manieren functioneren. Het functioneert normaal, het is dood of spastisch. En alles hangt samen met het feit dat mijn leden, mijn handen, mijn voeten, mijn knieën, mijn spieren, allemaal direct aangestuurd worden vanuit mijn hoofd. Daar zit het centrum die mij alles coördineert. En zolang elke lid in dat lichaam direct een levende toegang heeft tot het hoofd. Even pauze. Wat zeggen we hiermee? Het hoofd is Christus. Ja. En het lichaam kan dus niet bestaan uit? Losse onderdelen. Ongelovigen. Mijn lichaam kan niet functioneren als mijn teen zegt ik doe wat, of dood is. Dat doet het heel pijnlijk. Of zegt ja, nou ja, ik ga die kant op. Kijk, dat ga ik heel spastisch doen. Ik wil hier blijven staan. Dus elk onderdeel moet direct onder het hoofdschap van Christus staan. Dat is het lichaam. Het functioneert alleen maar als elk lid. We komen er straks nog op terug, want dat is belangrijk. De gemeente is namelijk geen boekje van hoe doe je dat. Je hebt geen 12 hoofdstukken hoe doe je bij ons gemeente zijn. Het is goed om bij ons deze studies in het woord te gaan graven. Maar het is allemaal door de geest. De geest maakt er een eenheid van. En als ieder lid onder dat hoofd gaat functioneren, wat krijg je dan? Een heerlijke eenheid. Mijn lichaam is een eenheid. Of heb je er iets anders op gemerkt? Het functioneert. Mijn hand functioneert, mijn voeten functioneren, mijn ogen functioneren. Allemaal omdat het allemaal onder dat vanuit het hoofd wordt bestuurd. En als elk lid in de Bijbelse gemeente een levende relatie met zich laat leiden door Gods geest, vanuit Christus, is dat een lieflijke eenheid. En niet alleen vanuit het hoofd, ik moet ook letten op mijn andere leden. Mijn duim is niet onafhankelijk van mijn wijsvinger. Mijn grote teen is niet onafhankelijk van de middelteen. We zijn leden van elkaar. Zo functioneert een lichaam. Christus als hoofd. Ieder onder het hoofd en vanuit hem vormt dat komt het één geheel. Dus we maken geen ecumene, daar kom ik op het laatst nog op terug, want dat is een belangrijke tegenwoordig. We hebben het maar steeds maar over ecumene, we moeten samen, we moeten één worden. Eén worden onder de levende relatie met Christus. Daar kom ik straks nog even terug.
Zo functioneert het lichaam. En zo functioneert de Bijbelse gemeente. Er staat dus hier geen dominee bovenaan die vertelt wat ik moet doen. Er staat hier geen paus bovenaan die vertelt. De Heer Jezus is hoofd. En als de Heer Jezus hoofd is en iedereen heeft een geestelijke verbinding met het hoofd, wordt het eigenlijk een hele vanzelfsprekende eenheid. Kom straks nog, ik zal het u uit Handelingen laten zien hoe dat spontaan gaat functioneren. Mijn lichaam gaat niet voortdurend denken, oh, ik moet nu lopen, nu kijken. Nee, het gaat spontaan. Het is iets wat zich vanuit het leven, het organisme, zich beweegt. Goed, daar in dat lichaam is één ding heel duidelijk. Er zijn hele belangrijke functies en minder belangrijke functies, of niet? Allemaal nodig. Dat is duidelijk aan één keer dat we hebben elkaar allemaal nodig. Nou, is het natuurlijk wel, er zijn twee dingen die belangrijk zijn. In vers 18, er staat, nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Het eerste wat we moeten weten, God heeft jou een plaats gegeven in het lichaam. En dat bedoel ik niet of je in Zeewolde of in Leeuwarden moet zijn, maar of je een oog of een grote teen of een oor. Zoals, want we willen allemaal graag een oog zijn, hè? Ik wil graag een oor zijn, dat vind ik lekker belangrijk. Wat staat er? Zoals hij gewild. Dat is weer dat hoofdschap van Christus. Dus ik moet mijn plaats vinden in de plaatselijke gemeente. Heer, wat is de plaats die u voor mij heeft aangewezen? Niet die ik heb uitgekozen. Toen ik jong was wilde ik evangelist zijn en dat was ik ook. Maar het was uiteindelijk in de loop der jaren niet de plaats die de Heer misschien in de eerste plaats voor mij wilde hebben. Dus dat moeten we ontdekken. De plaats die God voor mij heeft. Het tweede, als we die plaats gevonden hebben, zegt vers 11, wat gaat God dan doen? Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, hier heb je het weer, die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil, gaat jou een gave geven. Zoals hij wil. Zie je dat twee keer? De plaats die je aanwezig is zoals hij wil, de gave is zoals hij wil. Maar hij gaat jou de gave niet geven als je op je plaats bent. Dat is de eerste. We moeten op onze plaats zijn in het lichaam. Dan gaat God jou die gaven geven. Dat zijn twee belangrijke dingen. En zo gaat het, dus het lichaam functioneren. We worden afhankelijk van elkaar. Heb je wel eens geprobeerd je kleine teen eraf te hakken? Soms denk ik een kleine teen, ach wat doet hij? Maar op het moment dat je hem kwijt bent, dan zul je merken dat je hebt niet alleen pijn, maar je kunt haast niet lopen. Dat zijn kleine onderdeeltjes van je lichaam die ogenschijnlijk lijken dat ze niet nodig zijn. En dat is nou precies waar we, ik kom er zo op terug, zo belangrijk is het lichaam. Er bestaat geen grote en kleine dingen. Er bestaat één lichaam, onder Christus, waar ieder zijn plaats heeft, ieder zijn gave heeft. En waar dat gaat functioneren, gaat het lichaam opgebouwd worden. Nou, voordat we daar nog even wat verder op ingaan, wil ik uit 1 Korinthe 12, er zijn drie gaven in het lichaam, die weer onderverdeeld kunnen worden. En ik wil ze even met u doornemen. Drie gaven die het lichaam geeft. Dat zegt 1 Korinthe 12 ook. Hè? Vers 4, daar heb je de eerste. Hoe heet dat? Dat heb je, genadegaven. Zie je het dan? Genadegaven, en dan staat, het staat verschijnenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Oké, 2, vers 5. Je hebt bedieningen. Dat zijn 5 bedieningen. Daar komen we straks op terug uit Efeze. Er bestaan 5 bedieningen in de gemeente. En dan in vers 6, wat heb je nog meer? Werkingen. Oké, dan gaan we het even een beetje uitwerken. Genadegaven. In vers 30 bijvoorbeeld, daar worden genadegaven genoemd. Dat is een gave van genezing. Dat kan. Hulpverlening, vers 28. Dus het is niet alleen wonderen en tekenen. Hulpverlening, gewoon hulpverlening. Wordt genoemd. Is een gave, genadegave.
In vers 28 ook wordt een bestuurlijke gave genoemd. Om de gemeente te kunnen helpen te besturen. Nou, zo zijn er een aantal van die gaven die kunnen functioneren. Dan zijn er 5 bedieningen, daar komen we zo op terug. Welke 5 zijn dat? Misschien weet iemand ze al uit het hoofd. Profeten, apostelen, leraar, profeten. Profeten, evangelisten, herders, leraars. Ja. Dat zijn de 5 bedieningen in de gemeente, daar gaan we straks nog even naar kijken. Werkingen. Nou, er worden in vers 10 en 28 en 19 wordt er iets over werkingen gezegd. Dus in vers 10 staat het zo, en aan een en een ander werkingen van krachten. Dus je zou het kunnen noemen, dat zijn krachten. Nou, ik ben er nooit helemaal achter gekomen wat dat nou precies is. Misschien heeft u daar meer licht over. Maar ze worden genoemd, ook in dit rijtje, krachten. Het werken van krachten, nou, als je denkt, genezingen, hoe verhoudt ze dat? Ik houd gewoon het zijn werkingen, die zijn nodig. Daar moeten we nog samen op de knieën. Het ontdekken van, ja meneer, hebben wij die werkingen die echt nodig zijn. Nou, al deze gaven, broeders en zussen, bedieningen of werkingen, zijn natuurlijk, en dat herhaal ik nog maar eens, want daar gaat het altijd mis, zijn niet om onszelf te etaleren, maar om 2 dingen. Eerste plaats in vers 25, ik wil daar de vinger even bij leggen. Vers 25 staat op dat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijkelijk zorg zouden dragen. Typisch, hè? Geen verdeeldheid zou zijn, maar dat elk lid gelijkelijk zorg zou dragen. Wanneer komt de verdeeldheid? Is de een grotere bediening neemt dan de ander? Juist, als ik denk, ik ben groter dan de ander. Wanneer komt er geen, de tweede gedeelte, dat we niet gelijk voor elkaar zouden zorgen? Dat je iets belangrijker gaat vinden dan de ander. Ja, maar dat is die eerste, hè? Daar komt de verdeeldheid. Maar die andere, dat het niet gelijkelijk zorgen is, als ik denk, ik ben een kleine teel, ja, maar wat ben ik? Ik hoef toch niet te dienen? Ik bedoel, ik heb als een heel klein bedieningetje. Dan ga ik niet gelijkelijk voor die ander zorgen. Dus je kunt te groot zijn en te klein zijn. Je kunt er bescheiden zijn van, ja, maar ik heb maar een hele kleine bediening en dat is allemaal niet zo belangrijk, joh. Heel belangrijk voor de Heer. Hoe klein die bediening ook is, zonder die bediening kan het lichaam van Christus niet opgebouwd worden. Denk erop. Staat ook in vers 22, hè? Vers 22. Of de leden van het lichaam die de zwakste schijnen zijn echt juist zeer noodzakelijk. Juist. Ja. En er wordt nadruk op gelegd, inderdaad, dat je mag dus ook niet aan de andere kant vervallen. Ja, maar hij spreekt, hij heeft een dikke Bijbel, hij mag Bijbelstudie geven. Wat is mijn bediening? Ik zet alleen maar koffie voor de gemeente. Nee, dat is heel belangrijk. Als de God jou die plaats heeft gegeven, die gave heeft gegeven, bouwt het de gemeente op net zoveel als de grote meneer met die dikke Bijbel. Dus al die verschillende, ogenschijnlijk kleine dingen zijn allemaal nodig om dat lichaam te laten groeien en op te bouwen. En dat is een mentaliteit die we moeten zien. En dat betekent, broeders en zusters, dat ik mij afhankelijk stel van elke broeder en zuster. Hoe klein ik hem ook. Heb je dat wel eens? Van ja, maar die broeder heeft zo'n kleine bediening. Heb je dat wel eens gedacht? Ik denk dat allemaal wel eens gedacht hebben. Van een foute gedachte. Ik heb hem zo nodig. Alles wat God hem gegeven heb ik zo nodig. Om zelf samen tot die volheid in Christus te komen. En dat is een, dat bewaart je, broeders en zusters, voor. En daarom ben ik met die website begonnen. Het verbergt je in het lichaam. Je wordt nooit een man. Je wordt nooit een bediening. Je bent gewoon een lid van het lichaam. In het plaatselijke lichaam. Je bent gewoon een broeder. Die net zo'n functie heeft. Net zo'n bediening heeft. Net zo'n gave heeft als dat zustertje waar jij misschien op neerkijkt. Maar je hebt haar zo hard nodig om samen tot die volheid in Christus te komen. En dat maakt het lichaam één. Dat bewaart je ook. En daarom is het zo belangrijk om binnen dat lichaam te functioneren. Omdat het je bewaart voor zoveel dingen. En het tweede wat belangrijk is, broeders en zusters, vers 7. Elk van deze dingen is gegeven tot nut van die ander. Tot opbouw van het lichaam. Dat betekent dus dat ik niet met mijn bediening bezig ben. O Heer, mijn bediening en ik wil mijn bediening. Ik ben met die ander bezig. Dat is die in het lichaam. Ik ben met die ander bezig. O Heer, ik wil zo verliefd. Zo gaat dat broeder en zuster groeien. Wilt u mijn bediening daarvoor gebruiken? Dat is met een ander bezig zijn. Dat is iets anders. Tot nut van die ander.